Goedemiddag op deze woensdag. Het is vandaag 6 november. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ga mezelf even klaarmaken, want ik moet zo boodschappen doen. Dus dan kan ik mooi eventjes nog mooi zo even klaarmaken daarvoor. Het is bekend, hè? Amerika. Trump is toch gekozen. Ik had eerlijk gezegd niet verwacht. Ik had eigenlijk Harris verwacht. Maar ja, net wat ik zeg, maakt me niet zo heel veel uit. Ik ben er wat dat betreft ook niet zo mee bezig, maar toevallig zag ik het toen ik wakker werd dat hij gekozen was. Dus, goed, het is wat het is, denk ik maar. Amerika heeft zijn stem laten horen, ja. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna weer naar Politie Maastricht. Ja, ik raak helemaal in de war. Of ik zeg, het is Politie Rotterdam, of ik wil Flikken Maastricht zeggen. Maar ja, het is Politie Maastricht. Ja, soms wel heftige dingen hoor, maar het is wel een hele mooie serie altijd. Ik vind het altijd wel heel mooi. Dus ik hoop alleen niet dat er nu weer zo'n einde aan zit als de vorige keer. Toen was het zo heel abrupt afgelopen, dus dat hoop ik dit keer niet. Maar goed, dat gaan we wel zien. Daarna heb ik even nog een spelletje gedaan. Ik heb mijn vlog afgemaakt. Foto's bewerkt voor mijn blogpost, maar ik moet nog eventjes een nieuwe maken. Dat zag ik, die was niet helemaal helder. Ja, dat gebeurt soms. Dan heb ik net de camera niet helemaal goed scherp. En dan lijkt het in de lens alsof die helemaal scherp is. En dan is het toch niet helemaal zo. Maar dat maakt niks uit. Ik ben wel bezig geweest met het artikel voor vrijdag qua foto's. Wat nieuwe boeken weer binnengehaald. Dat is ook wel weer leuk. Dus ja. Wat dat betreft wel een prima avondje. Toen ben ik lekker verder gaan kijken met mijn Netflix-serie. Was spannend. En ik zag dus dat zondag op België onder vuur weer begint. Dat heb ik gelijk even ingesteld. Want dat vind ik zo mooi. Ja, het komt ook alweer op Netflix. Maar voordat het daar weer een keertje komt, dan ben je weer zo lang verder. Dus ik dacht, nou, als ik het dan daar ook kan kijken. Want ik ben zo benieuwd hoe dat afgelopen is. En daarna heb ik nog even de Resident gekeken. En toen ben ik naar bed gegaan. Heb ik lekker mijn boek gelezen. Toen ben ik gaan slapen. En nu is het weer koud. Maar dat komt zo wel goed. Ik neem jullie gewoon nog eventjes mee naar de supermarkt. En dan ga ik nu eventjes verder klaarmaken. En of supermarktwinkel, kijken we eventjes waar ik jullie ga meenemen. En dan zien jullie mij weer als ik weer thuis ben. Boodschappen. Het was een hele drukte. Ik heb bij de welke ook deze gehaald. Ik vond het wel heel erg leuk. Kijk, een hele leuke bal. Die kun je ook wat buiten, maar ook binnen. En op een, misschien ga ik het leuk, denk ik, in de gang ophangen of ergens. Dat vond ik wel leuk. Ik had het eigenlijk leuk gevonden bij mijn balkon, maar ik heb daar geen aansluiting. Kettingbakjes. Twee keer Glorix. Oh ja, deze was uit mijn tas gevallen. Het lag wel bij de voordeur gelukkig. Het lag gelukkig nog wel bij mijn oprit. Dus niemand heeft het meegenomen. Twee keer taxi was 1 plus 1. Nootmuskaat. Twee keer bakken en braden van Remia was in de aanbieding. Twee keer spekreepjes. Ik heb echt wat spekjes ingeslagen. Ik heb bij Lidl ook nog wat meegenomen. Dat was ook allemaal afgeprijsd. Maar over 2 weken ga ik geen boodschappen doen. Dan moet ik ze bestellen. En bij de plus is het altijd wat duurder. Patatjes, bandjes, toetjes,
haricot verts. Slavinken. Koffietas. Wc-papier. Dark roast. Deze leuke chocolademalletjes bij de Lidl. Vond ik wel leuk om kerstchocola mee te maken. Deze spekreepjes. Brekjes voor morgen. Gehakt. Een kuppensoepje. Maandverband. Champignons zal er weer geen gesneden champignons. Dan heb ik hier twee keer melkkan op schuimmelk. Die hadden ze nu weer. Ik heb nog twee leuke ballen gekocht voor de kerst. Deze met leuke lipjes erop bij Trekpleister. Oh, Trekpleister, sorry. Nee, tijger. Bij de Zeeman. En deze hele leuke. Maar die moet ik dus eventjes wegleggen. Want die zijn dus voor de kerst. Maar ze gaven een beetje glittertjes af. Dus dit zijn de boodschappen. Ik ga even opruimen en mijn katten voeren. En dan is dat ook weer klaar. Zo, alles is lekker opgeruimd. Dus dat is wel fijn. Ik heb alleen nu het andere kaartje erin, want het kaartje, ik heb nu het kaartje van de spiegelreflexcamera erin, want die andere die deed het niet. Dus dat was een beetje raar. Zo moet ik ook even naar kijken vanavond. Maar nu ga ik sowieso even lekker relaxen, even wat drinken. Ik moet mijn medicijn nog nemen, want die heb ik net pas opgehaald, want die had ik niet meer. Dus die moet ik zo nog eventjes innemen. Veel te laat, maar ja goed. Dat heb ik in ieder geval wel gehad. Of in overslaaf ik ook niet handig. Nou, straks lekker douchen en eten. Ik heb net de verwarming een tikkeltje gegeven. Dus die kwam nu ook een beetje opwarmen. Dan straks lekker... goed. Dan na het eten dan vanavond heb je gewoon weer goede tijden en het perfecte plaatje. Ga ik wel kijken. Nog even een spelletje doen. En dan ga ik lekker even mijn blogpost schrijven. Oh ja, ik moet nog even een nieuwe video maken. Maar een nieuwe foto maken. Ik ben gelijk helemaal van mijn apropos. Het was heel druk in de winkel. Het was eigenlijk best wel druk. Sommige winkels was het gewoon super druk en dan, daar werd ik niet helemaal goed van. Bij Lidl was het bijvoorbeeld heel erg druk. Bij de Plus viel het wel mee, maar dan heb je ook best wel veel ruimte om te lopen. Even bij de Hema geweest was ook best wel druk. Ja, het was gewoon niet zo rustig als normaal, maar goed, dat maakt niet uit. Verder ga ik dus proberen nog even verder te gaan met die foto's van de blogpost van vrijdag. Dan ga ik lekker mijn vlog inplannen, thumbnail maken, Netflix serie kijken. En dan ga ik lekker oogappels kijken en dan weer lekker naar bed om mijn boek te lezen. Dat vind ik nu wel heel lekker, want ik hoef morgen ook eigenlijk geen wekker. Dus dan heb ik gewoon lekker alle tijd voor mezelf. En ik ben blij dat mijn koord terug is, want die had ik dus gauw in mijn tas gestopt. En toen is hij er blijkbaar hier al bij de kliko's uitgevallen. Maar hij lag er. Dus ik ben wel blij dat ik hem uiteindelijk weer terug heb, want ik mis hem zo erg, mijn koord, als ik hem niet heb. Ik had nu steeds je telefoon in de tas. Ik heb hem normaal gewoon om mijn nek hangen. En dan kan ik alles, als ik even iets op moet zoeken, snel opzoeken. Dat lukte nu niet. Maar goed, maakt niet uit. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu eventjes lekker relaxen en even wat drinken. Dus bij deze zou ik zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze donderdag. Het is 7 november. Ik ben klaargemaakt. Ik heb het echt heel koud. Het is 8 graden, dus ik heb de verwarming alweer even een tikje gegeven. Want het is gewoon niet lekker om hier gewoon te zitten. En dan ga ik zometeen wel lekker aan de gang hoor. Ik ga zometeen de woonkamer doen. Want dat heb ik gisteren natuurlijk niet gedaan, dus dat is wel lekker. Even wat dingen opruimen. De Halloween hamster die kan naar boven bijvoorbeeld. En gewoon eventjes lekker schoonmaken. Ik wil ook eventjes straks alvast mijn winterdekbed en mijn sprei pakken. Dat dat klaar ligt voor morgen. Dat ik dan lekker ga ik mijn slaapkamer doen. Dan kan ik dat ook lekker op mijn bed doen. Dus dat is allemaal wel lekker. Maar ik word echt momenteel even gek van mezelf. Ik heb gisteren een eyeliner gekocht. Ik heb dat ding in mijn tas gestopt, weet ik bijna zeker. Ik kan hem toch nergens meer vinden. Ik heb die tas al 4 keer op z'n kop gehad. Hij zit er niet in. Mijn coach had een appje gestuurd. Ligt hij soms bij jou nog in de auto? Nee, ook niet. Nou, ik snap er helemaal niks van waar dat ding gebleven is. Dat zijn van die irritante dingen dat je niet weet waar het dan is. Ik kan dat echt heel slecht handelen. Maar goed, ik moet het er maar even mee doen, want ik weet het gewoon echt niet waar die is. Ik heb het wel vaker, bijvoorbeeld ik heb zo'n hoesje voor mijn camera, zeg maar zo'n klein tasje waar ik de camera in stop als ik hem mee wil nemen als ik wegga. Die kan ik toch ook nergens meer vinden, die moet ik echt gaan opzoeken. Want we hebben in de maand december nog weer een superleuk uitje, we gaan naar de Winter Efteling. Echt zo leuk, voor mij zo lang geleden dat ik in de Efteling ben geweest. Laatste keer, toen zat ik met mijn vingers in het verband. Toen waren mijn nagels uit mijn nagelbed gegaan. En heb ik een ongelukje gehad met mijn hand. En toen zat ik dus in het verband. Dus dat was al heel
niet zo heel erg lekker, zeg maar. Maar ja, goed, dat hadden we op dat moment gepland, dus we gingen toen wel. Maar ja, het is gewoon een heel leuk vooruitzicht dat we dat gaan doen. Maar ja, ik wil het hoesje hebben, want ik wil mijn camera meenemen. Maar ja, goed, als ik dat ding niet heb, dan wordt het al een lastig verhaal. Dus maar ik weet gewoon even niet waar ik dingen laat. Dat is soms een beetje vervelend. Komt uiteindelijk ook vast wel weer goed. Ik moet gewoon even goed zoeken. Ik heb nog even, het is nog geen december, maar ja, de tijd vliegt wel hard. Gisteravond, ik heb gewoon gekeken naar Goede Tijden. En daarna ging het Perfecte Plaatje kijken. En ik vond het zo jammer, want Giovanni van Bronckhorst deed mee. Hij was best wel goed in het foto's maken. En hij was er niet bij. En toen maakte Tel eigenlijk een... Ik dacht eerst dat het een grapje was. Die zei zo van, ja, hij heeft een aanbieding gekregen van een club. Ja, en hij moest weg. En toen gingen alle andere kandidaten ook al lachen, want dat is al een keer eerder gebeurd, namelijk met John Heitinga. Die kon toen een goede baan bij Ajax krijgen, dat heeft hij toen ook gedaan. En dan kunnen ze niet meer meedoen aan zijn programma's. Ik dacht, hij maakt een grapje. Hij zegt maar wat, misschien is die man ziek, dat kan ook. Maar toen had hij echt een filmpje dat hij echt daar nou in dat buitenland dus die baan had gekregen. Ik dacht, nee, serieus, nu de tweede keer... Dus het betekende wel dat er niemand nu weg hoefde. Maar ik denk wel, ja, is het dan nog zo'n goed idee om die voetballers mee te laten doen? Want dit is nou al de tweede keer. Ik geloof niet dat dat heel handig is. Dus ik weet niet of ze dat nog wel moeten gaan doen. Maar goed, ik ben wie ik ben. Dus ja, ik kan daar van alles van vinden. Maar ja, hè? Het was wel jammer, want hij deed echt wel supergoed. Daarna nog even spelletje gedaan. Toen heb ik mijn vlog ingepland en mijn thumbnail gemaakt. Ik heb mijn blogpost geschreven en nog heel ver gekomen met die foto's van mijn blogpost voor morgen. Dus dat is allemaal wel lekker. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken. Ook wel echt super spannend. Ik zit er wel lekker in. Duitse series heb ik niet zo heel veel gezien. Volgens mij zijn die er ook niet zo heel veel op Netflix. Misschien als je er specifiek naar gaat zoeken dat ze er wel zijn. Maar ja, ik moet soms eventjes wennen. Mijn Duits is ook totaal niet goed. Maar ik heb vroeger wel Duits gehad, maar dat was ik niet zo heel goed in hoor. Ik moet soms wel gewoon lachen hoe ze dingen zeggen. Soms dan weet ik wel, dan denk ik, oh dit gaan ze zeggen. Dan weet ik inderdaad wel dat het woord is. Dus, maar het is wel een mooie serie. En daarna lekker oogappels. Dat was ook weer heel erg mooi. En daar heb ik ook weer van genoten. Toen ben ik lekker naar bed gegaan en ben ik lekker mijn boek gelezen. Waar ik ook echt zo van aan het genieten ben. Ik kan daar zo blij van worden. Een goed boek. Ik weet niet of dat herkenbaar is voor jullie. Maar ik kan me dan gewoon verheugen om lekker naar bed te gaan. Om in dat boek te gaan lezen. Ja, ik kan me er een soort van in verliezen, zeg maar. Maar dat is echt heel lekker. Ik ga de camera eventjes opladen, want die heeft nog één batterijstreepje. Die had ik niet op de oplader gehad gisteravond. En dan ga ik je even schoonmaken en neem ik je straks nog even mee bij het champignon snijden. En nou, even kijken, dat denk ik gewoon eventjes. Dus dat ga ik nu even doen. Dus ik ga een muziekje aanzetten en dan ga ik hier mooi eventjes aan de schoonmaken, zodat het huis ook weer lekker aan kant is. Dus dat is even de planning. Zo, ik ben lekker klaar. Heel druk geweest, maar was ook lekker. Ik heb echt alles weer heel goed gedaan. Dus dat voelde wel heel erg fijn, vind ik dat gewoon altijd. Ik had op een gegeven moment wel heel warm gekregen. Maar goed, ja, dat hoort er een beetje bij, omdat je intens natuurlijk aan het poetsen bent. Ik heb de lichtbol nog even beneden gehouden die ik had gekocht. Want ik zit eraan te denken om die misschien van het weekend al op te hangen. Moet ik nog eventjes over nadenken, want ik vind hem niet per se voor kerst. Hij kan ook gewoon 's winters. Dus ga ik even kijken hoe dat een beetje werkt. En, maar verder is alles gewoon weer lekker gedaan. En ik heb mijn winterdekbed gepakt. En mijn herfstdekbed moet ik zeggen. Want je kunt er een winterdekbed van maken. Ik heb mijn sprei al gepakt. Die ligt al bijna goed klaar voor morgen. Dus wat dat betreft wel eventjes lekker doorgepakt. Dus dat is wel heel erg fijn. Nu hebben de katten net gegeten. Maar Mickey die was echt super vervelend.
Ik kwam al in de keuken en dan probeerden ze er al van te eten. Toen begon ze aan het tijgertjesbakje. Dus toen moest ik het bakje van Mickey maar een tijgertje geven. Dus nee, dat was gewoon even niet zo handig. Maar goed, we hebben het allemaal weer gehad. En nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Straks even lekker douchen. En dan wraps maken. Ik doe er wel 3 de vriezer in. Want ik eet er dan 3 wraps op, zeg maar. En dan altijd gewoon 3 in de vriezer. Omdat je dan, ja, gewoon... Dus je gaat geen 6 wraps eten. Tenminste, dat kan ik niet op. En nou ja, dan vind ik alleen dat een nadeel. Want die wraps, dat gaat altijd een beetje breken in de vriezer. Maar ja, goed, het is wat het is. Want je kan het niet heel lang bewaren, volgens mij. Ik kan nog even googelen, maar goed. Dat, verder ga ik vanavond Goede Tijden kijken. En ook wel Meester Frank Visser. Maar ik heb 2 schermen, want je hebt ook Ajax. Maar dat is niet op televisie. Althans, terwijl je Ziggo, althans, als je Ziggo hebt. Maar daar heb ik niet. Dat is voor de Europa League. Volgens mij tegen een Israëlische club, heb ik begrepen. Wel in Amsterdam, maar er was al heel veel gedoe met supporters en zo, had ik begrepen. Ga even een spelletje doen, foto's bewerken, of afmaken met bewerken. Netflix serie kijken en dan eindelijk lekker weer de ring. Daar heb ik ook alweer heel veel zin in. En dan ga ik even mijn boek lezen en dan ga ik lekker slapen. Dus dat wordt mijn planning. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ja, bij deze zou ik dan in ieder geval zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze vrijdag. Het is vandaag 8 november. Ik ben klaargemaakt en ik zit even niet in mijn gebruikelijke hokje, want Mickey zit hier. Nou ja, is ook prima hoor, dat maakt niet uit. Het is toch wel weer fris. Oh, zij gaat nu opstaan. Dan ga ik heel even verplaatsen, want het is gewoon net een betere hoek. Of lekkere hoek om te zitten. Ja, het is wel weer behoorlijk fris ook. Ik heb de verwarming toch al wel weer een klein tikje gegeven. Ondanks dat ik zo wel ga poetsen. Gisteren dacht ik, oh, ik die verwarming maar niet aangezet. Ik wil geen poetsen. Maar het is 8 graden buiten. Het is gewoon zo koud. Het was hier ook 15,5 graden binnen. Ja, dat is gewoon niet te doen. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en Meester Frank Visser. Maar ik had dus 2 schermen, want Ajax was ook op televisie. Althans... op de stream voor mij, want dit zijn de Europa wedstrijden en die worden uitgezonden bij Ziggo en ik heb geen Ziggo, dus dan kun je dat niet kijken. Of waarschijnlijk tegen een hele hoge betaling en daar ga ik niet aan beginnen. Dus ik heb het via een stream gekeken, was niet alles hoor, want die was best wel een beetje steeds dat hij uitviel. Ajax heeft het wel weer heel goed gedaan, 5-0 gewonnen, dus dat was wel heel goed. Het werd op een gegeven moment nog wel een keer 1-1, maar dat goal werd afgekeurd van de tegenpartij. Robby had weer gescoord, vond ik ook wel heel leuk voor hem, want hij is altijd een hele goede scorer geweest bij Ajax, maar de laatste tijd lukte het hem niet echt en elke keer hoopte je gewoon voor hem dat hij ging scoren. Dus ja, dat was heel mooi, maar ik las nu dus wel dat er dus buiten de arena om wel weer heel veel gezeur is geweest. Ik zag een filmpje, daar hebben ze heel erg vuurwerk afgestoken. Halsema die heeft het geweld veroordeeld wat er heeft plaatsgevonden. En Israël die heeft een reddingsvliegtuig gestuurd naar Amsterdam om Israëliërs op te halen. Die dus naar Amsterdam waren gekomen omdat ze tegen Israël moesten. Dus ik zie al wel weer een heleboel gezeik bij zo'n wedstrijd. En dan denk ik van, maar dat zijn vaak ook wel mensen die komen niet voor de voetbal, maar voor het rellen. Ik heb een beetje een traanoog, mocht je denken wat is er aan de hand. Maar dat komt als ik het koud heb, dan gaan mijn ogen heel vaak tranen. Dus daar snap je gewoon niks van, dat dat weer plaatsvindt. En dan denk je van, ja, het is gewoon weer zonde. Maar ja, er zal vandaag nog wel wat op het nieuws van komen, vermoed ik zo. Maar ja, er is van alles in ieder geval weer gebeurd. Ik heb verder mijn foto's eventjes afgemaakt met bewerken, dus dat is allemaal wel gelukt. En ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. En daarna had ik de ring. En dat was echt super spannend. Dus volgende week de laatste aflevering. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe het uiteindelijk eindigt. Want ja, het is echt wel een goede, spannende serie. En toen ben ik lekker naar bed gegaan. Heb ik nog even mijn boek gelezen. Ik denk dat ik hem vanavond wel uitkrijg. En toen ben ik lekker gaan slapen. Ik was ook wel moe. Ik ga zo meteen lekker de slaapkamer doen. Ik heb een herfstdekbed. Die ga ik dus op mijn bed doen. En dat is ook wel echt super lekker. Want ik heb het gewoon elke keer zo koud. En het zijn dan vooral ook je voeten en je benen die dan zo koud zijn.
Nou, heerlijk weer een schoon bed en heerlijk mijn herfstdekbed erop. Dus dat is wel lekker. Dus als het goed is, ligt hij ook helemaal goed. En dan lekker mijn sprei weer. Ik had wel leuk, die past bij dat kussentje daar. Dus ja, dat is wel heel fijn. Dus ik ben benieuwd of ik nou vannacht iets warmer heb met slapen. Zo, ik ben lekker klaar. Ik heb wel mijn been bezeerd, maar... Oh ja, ik zie het. Wacht, ik zal het even laten zien. Kijk, ik heb hier... Klein iets. Stelt hij dat scherp? Kijk hoor, doe ik het goed? Nee, hij heeft er weinig zin in. Ik heb hier een heel klein... Ik kan dit wel. Ja, gaat hij kijken. Een heel klein sneetje. Het doet nu een klein beetje zeer. Het is niet heel erg, maar voelt wel een beetje. Nou, ik heb lekker mijn herfstdekbed nu op en mijn sprei. Dus dat is allemaal wel weer heel fijn dat dat allemaal gelukt is. En kat hebben nu net lekker gegeten. En nou, het is allemaal wel weer gelukt. Maar ja, het was een beetje... Ik vond het toch altijd wel eventjes dat ik denk van... Oh ja, ben ik blij als ik klaar ben. Maar waar ik wel heel blij om was, ik vond deze. Ik had verteld van de week dat ik deze kwijt was. Volgens mij was het gisteren. En waar lag die nou? Ik dacht zelf mijn eerste bedenken toen ik gisteravond naar bed ging van... Hey, misschien heb ik hem nog wel in een tasje laten zitten die ik een keer meegenomen heb voor cadeautjes. Ik ben waarschijnlijk naar een verjaardag geweest. Ik heb mijn camera in het cadeautasje gestopt, want hij paste toen niet in mijn tas. En ik heb waarschijnlijk die camera eruit gepakt en het tasje laten zitten. Nou, dat was dus inderdaad het geval. Dus daar was hij weer. Dus ik heb hem weer gevonden. Daar was ik wel heel erg blij mee. Want ja, het irriteerde me best wel dat hij weg was. Dus dat is alweer een zorg minder. Want ik heb elke keer alles nakijken. Hij zat nergens in. En echt op de plekken waar ik hem normaal neer zou leggen. Maar het is fijn dat hij terug is. En nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Ik ben nu een beetje moe. Volgens mij heb ik ook een vlek op mijn bril. Er wordt een kat hier helemaal gek. Die probeert nog eventjes wat brokjes weg te eten die er niet zijn. Vanavond ga ik, nou ja, dan straks lekker eten. Ik hoop dat ik nu wat lekkerder eet. Ik had gisteravond die wraps gemaakt, maar dat viel een beetje tegen. Want ik was er op een gegeven moment helemaal misselijk van met dat gehakt en zo. Nee, dat was niet echt het beste idee wat ik had. Terwijl ik er normaal heel goed tegen kan. Ik werd er nu gewoon echt misselijk van. Dus dat was niet zo lekker. Dus hopelijk straks een nieuwe poging met eten. Vanavond ga ik eventjes Gooise Vrouwen hoe het begon terugkijken. Want zondag begint het seizoen natuurlijk op tv. Op Videoland kun je al even kijken. Maar ik heb gewoon besloten om op tv te gaan kijken. En dan wil ik wel eventjes inderdaad weer die terugblik zien. Want ja, het is zo lang geleden dat het geweest is dat ik het ook allemaal niet meer weet. Dus dat ga ik wel even kijken. Nog even een spelletje doen. Dan ga ik een video in elkaar zetten. Helemaal blogpost schrijven. Verder met mijn Netflix serie. En dan nog even Scott en Belly. En dan ga ik lekker naar bed. Hopelijk mijn boek uitlezen. En dan lekker slapen, hoop ik, in een warm bed, denk ik. Want ja, het herfstdekbed zal allicht weer warmer liggen dan het zomerdekbed. Het zomerdekbed is al klaar. Die heb ik gewassen. De wasmachine is al klaar. Dus die moet ik straks even ophangen. Want die kan helaas niet te droger in. Daar kan die niet tegen. Dus dan moet ik hem eventjes hier neerhangen.
Staat er ook echt op. Niet in de droger. Nou ja, goed, dan doe ik het ook maar niet. Maar goed, nu de verwarming aan is, gaat hij ook wel, wordt hij ook wel weer wat sneller droog, denk ik hier. Nou, dat is in ieder geval mijn planning. Ik ga nu eventjes lekker relaxen, want ik, ja, gewoon een beetje moe nu. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Een hele goede middag op deze zaterdag. Het is 9 november. Ik ben klaargemaakt en ik voel een nies bij opkomen, maar hij wil nog niet. Ik heb eigenlijk best wel lekker geslapen. Ik had het lekker warm. Ik ging eigenlijk alleen op het bed zitten en ik voelde al gelijk dat het een stuk warmer was. Ik ging ook onder de deken en het was gelijk gewoon een stuk warmer. Dus het was wel een goede keuze om het herfstdekbed erop te doen. Want het lag wel echt fantastisch, dus daar ben ik wel blij mee. Verder heb ik gisteravond gekeken naar Gooise Vrouwen, hoe het begon. Was wel eventjes fijn, zo'n terugblik, want ik had ook niet alles meer helder. Toen kwam ik er eigenlijk pas achter hoeveel mensen in al die jaren zijn overleden in die serie. Maar was wel eventjes leuk. Toen heb ik daarna nog even een spelletje gedaan en toen ben ik mijn video in elkaar gaan zetten, is allemaal gelukt. Mijn blogpost is geschreven. Ik heb alleen die foto's nog niet geïmporteerd, want dat ging even allemaal niet. Het was een beetje veel, maar dat komt vandaag nog wel goed. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken en daarna weer Scott en Bailey. En toen ben ik lekker naar bed gegaan en heb ik één boek uitgelezen en ben ik ook gelijk met een nieuwe gestart. Op de achtergrond hoor je nu trouwens even mijn wasmachine, want ik heb de kleden even in de was. En dan kunnen die straks wel eventjes de droger in, want dat was eventjes nodig. En verder eigenlijk allemaal wel prima. Ik heb vandaag even wat klusjes op de planning. Ik wil eigenlijk even gaan kijken naar die lichtbol, of die al leuk kan ophangen. Want zoals ik al zei, hij is niet echt kerstgerelateerd. Hij is ook wel gewoon een beetje, ja, winters. Nu is het ook nog niet winter, maar ja, het is wel leuk wat extra licht alvast in huis. Ik moet zo eerst eventjes gaan kijken naar mijn kerstlampjes. Want ik ga de kerstboom nog zeker niet opzetten, absoluut niet. Maar ik herinnerde me vorig jaar dat die kerstlampjes kapot waren. Dus ik wil ze nog heel even checken of ze echt kapot zijn. En anders dan ga ik eventjes donderdag nieuwe halen. Maar wil ik het wel even zeker weten, want die zijn natuurlijk ook nooit super goedkoop. Dus het is gewoon even iets wat ik zeker wil weten. De vaatwasser moet even leeggeruimd worden en ik wil eigenlijk nog even mijn blog en YouTube boek aan de gang. Ik wil eigenlijk boven ook nog wat doen, maar ik weet even niet hoe ver ik ga komen, dus ik moet het allemaal maar eventjes zien. Maar ik ga je in ieder geval even meenemen met die lichtbol, dus die gaan we straks eventjes uitpakken en eens even kijken of ik die leuk kan neerhangen. Ik ga nu eerst eventjes naar boven voor die lichtjes, want daar zie ik een beetje tegenop. Dan heb ik dat in ieder geval gehad en dan kan ik daarna gewoon hier verder beneden mijn dingen doen. Ik heb die lipgloss in mijn mond, maar hij is wel heel lekker, want hij rookt een beetje naar toffee. Maar ja, het is niet de bedoeling dat ik hem opbeet, maar ik vind het wel een leuk kleurtje. Dus dat, ik ga dat eventjes doen, dus ik neem jullie gewoon weer gezellig mee. Deze er even bij gepakt en dan eventjes kijken ook hoe we dit een beetje kunnen gaan ophangen. Er zit wel een heel lang draad aan. Even kijken hoe ik dat een beetje leuk zou kunnen gaan ophangen. Dus maar eens eventjes uitpakken en kijken hoe dat werkt. Zo ziet de lichtbol eruit. Ik vind het wel echt een heel erg leuk effect. Het was even zoeken waar ik hem op zou hangen. Want het leukste is eigenlijk aan het plafond, maar dat lukt gewoon niet. Dus ik heb hem nu gewoon aan mijn gordijnrails gedaan. En wordt dit warm?
Nee, het is koud. Het is ook koud, dus het wordt niet warm. Dus het is geen gevaar voor mijn gordijn. Ik vind het wel heel leuk. En dan zit er ook een timer op, zeg maar. En die kan je dan indrukken. En dan gaat hij, zeg maar, zelf vanzelf aan en uit. Dus dat is wel heel fijn. Hij moest ook in het vaste stopcontact. Ik heb hem dan hier een beetje weggewerkt, zodat de katten er niet bij kunnen. Maar ik vind het wel een superleuk effect zo. Zo, ik ben klaar. Ik heb gelukkig best wel veel kunnen doen. Ik heb de lampjes gepakt van de kerst, maar daar kwam zo'n zwak licht vanaf. Die zijn dus echt toe aan vervanging. Nou is het wel heel fijn, dan wist ik ook gelijk weer even de hoeveelheid die ik had. Dus dat heb ik ook even op kunnen zoeken. Heb ik wel even voor de zekerheid een foto van gemaakt. Ja, voor hetzelfde geld vergeet ik het, maar dat is fijn, dan weet ik dat nu weer. Maar inderdaad, er kwam zo'n zwak lichtje vanaf. Het was gewoon geen licht meer, zeg maar echt. Dus nou goed. Dat is fijn om te weten. Even dat gordijn een beetje goed. Nou, de lichtbol hangt. Het was nog even een gedoe om hem vast te maken. Maar er zit gewoon een heel klein haakje waardoor je hem in elkaar kunt klemmen, zeg maar. Nou, zoals ik al zei, moest in het vaste stopcontact. Ja, het liefst had ik hem eigenlijk wel aan het plafond willen hangen. Maar ja, het liefst had ik hem nog buiten, zeg maar, bij mijn voordeur gehangen. Dat had ik wel heel tof gevonden. Maar ik heb daar geen stroom. Dus dat gaat hem gewoon niet worden. Dus ik heb hem nu gewoon in huis gehangen. Dat vind ik ook wel super leuk. En nou ja, wie weet ooit nog eens. Wie weet ooit een keer misschien nog in een ander huis of zo. Dat ik er meer een andere ideeën bij heb. Maar ik zag het ook niet zo zitten om weer een gat in mijn plafond te maken. Dus ik dacht, doe het gewoon lekker zo. Vaatwasser is uitgeruimd. Ik heb nog even mijn blog en YouTube boek gewerkt. Ik heb nog even boven wat gedaan. Dus ik ben op zich best wel druk geweest. Oh ja, ik werd vanmorgen een keer om 8 uur wakker. Toen had ik hoofdpijn. Toen heb ik een aspirine uit mijn laadje gepakt. Toen moest ik ook naar de wc. Dus ik zat steeds op half slapen, nog half wakker, zeg maar. Van, oh, ik moet eigenlijk naar de wc, maar ik had geen zin. Toen ben ik toch gegaan, toen heb ik die aspirine genomen. Toen ben ik alweer in slaap gevallen. Maar daar herinner ik me nu ineens, omdat ik weer een beetje hoofdpijn op wil komen. Maar goed, de katten hebben nu net lekker gegeten. De kleden die zitten nog in de droog, maar die had ik even op pauze gezet, omdat ik me anders niet verstaanbaar kon maken. Nu ga ik zo eventjes lekker relaxen. Ik ben een beetje moe. Dan ga ik straks lekker douchen en eten. Vanavond begint er een nieuw seizoen van Oh, wat een jaar. Daar heb ik wel zin in. Het jaar 2006 vind ik ook wel leuk. Dat is wat waar ik wat meer van af weet. Ik ga de Alles Kunnen Vips kijken. En ik ga lekker mijn supermarktspel doen. Want die heb ik nog niet gespeeld. Dus dat ga ik vanavond ook voor het eerst doen. Ik ga mijn vlog voor het grootste gedeelte in elkaar zetten. Dan ga ik lekker mijn Netflix serie kijken. En nog even mijn blogpost afmaken. Danny Lewinsky. Dan ga ik lekker naar bed verder in mijn boek lezen. Dus dat wordt het. Ik ga nu in ieder geval even lekker in de relaxmodus en wat drinken. En ik zou bij deze in ieder geval zeggen tot morgen. Een hele goede middag op deze zondag. Het is vandaag 10 november. Ik zit lekker op de bank, ik zit er klaar voor. Ajax zometeen. Twente Ajax, dus ik ben wel heel erg benieuwd. Het zijn natuurlijk wel spannende wedstrijden en je hoopt natuurlijk alleen maar dat Ajax het weer wint. Dus dat gaan we zometeen eventjes zien. Gisteravond heb ik lekker gekeken naar Oh, wat een jaar. Was wel heel erg leuk. Het jaar 2006, ja, daar wist ik uiteraard wel wat meer van dan jaren die, waarvan ik nog niet, soms niet eens geboren ben. Maar het was wel heel erg leuk. En daarna weer de Alles Kunnen Vips. Ik hoop elke keer dat één iemand er steeds uitgaat en die blijft er steeds maar in. Dat is zo irritant. Dat je echt denkt, oh, ga er nou een keer uit. Maar het lukt niet. Ik kan me er een beetje aan irriteren of zo. Maar goed. Ik heb nog even lekker dat supermarktspel gedaan. Dat was echt super leuk. Het is wel het lekkerste om dat gewoon in de hand te doen met het touchscreen. Want dan kun je heel snel geld teruggeven. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik ben nog niet zo heel erg ver. En ja, ik maakte eerst ook niet echt winst. Ik geloof dat mijn producten wat te goedkoop aanbood, maar ik heb nu wel door hoe ik de producten iets duurder kan aanbieden, dat de mensen ze toch willen kopen, dat ik er ook nog iets aan overhoud. Want ja, je moet ook weer inkopen doen voor die supermarkt. Dus dat is wel heel erg leuk. Ik heb de vlog voor zover het kon in elkaar gezet. Ik heb nog weer wat nieuwe boeken binnengehaald, dus dat is ook wel weer leuk. En toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken, die wel steeds spannender wordt. Ik heb geloof ik nog 2 afleveringen en daarna weer Danny Lewinsky en dat was ook leuk. Toen ben ik lekker naar bed gegaan, heb mijn boek gelezen, maar ik was op de een of andere manier best wel moe. Ik weet niet hoe het echt kan. Maar goed, toen ben ik lekker gaan slapen. Dus ja, nu ga ik zometeen wel even stofzuigen. En dan ja, eens eventjes kijken hoe Ajax het gaat doen. Want daar ben ik benieuwd naar. En straks gewoon even foto's maken. Dus ik laat straks wel even de fotospullen zien. En verder eigenlijk niet echt nieuws te melden. Want er is weinig gebeurd in de tijd dat ik jullie niet gezien heb. Goed, ik ga nu, de wedstrijd wordt zo afgetrapt. Dus ik ga nu zo lekker kijken naar de wedstrijd. En dan straks even de fotospullen. Ik heb de fotospullen gepakt. Ik heb hier allereerst het paletje van Revolution. Dit ja, oogschaduwpaletje in de vorm van een telefoontje. Die vond ik wel heel erg leuk. Dan heb ik hier een Chick Flick face stick van Catrice. Die nu
letterlijk openvliegt. Dus die. En ik heb toch alvast de trap-editie Xmas Kisses gepakt. Ik vond het eerst nog een beetje vroeg, maar ik dacht dan kan ik hem gewoon nog wat uittesten. En dan weten jullie ook gewoon of dat het een leuke collectie is om even aan te schaffen. Dan heb ik hier dus die sponsjes. De Shimmer Lip Oil. De Tinted Lip Glow. De stiekjes. Het Highlight en Blush Duo. De face pareltjes en de nagelstickertjes en de kwast. Dus hier ga ik nu eventjes foto's van maken. Dan is dat ook weer klaar. Zo, de foto's zijn ook weer klaar. Hier worden nog even de laatste brokjes opgepeuzeld. En de wedstrijd is ook net afgelopen. Helaas is het gelijkspel geworden. 2-2. Waar we op zich denk ik nog blij mee moeten zijn. Ajax had wel grote kansen, maar hij ging er niet in. Kwamen twee keer op achterstand, hebben er toch weer gelijk weten te trekken. En je hoopt dan toch nog even dat dat extra doelpunt komt, zodat je het kan winnen. Maar het zat er helaas niet in. Twente was ook niet slecht hoor. Die waren ook best wel goed. En je merkte gewoon in Ajax dat ze heel erg moe waren. Natuurlijk twee best wel drukke weken gehad. En ja, dat is wel jammer helaas. Maar ja, je doet er niet zo heel veel aan. Ik ga zometeen eventjes lekker relaxen, want ik ben zelf nu ook wel een beetje gaar. Ik weet niet hoe het precies komt, maar ja, een beetje diep geslapen en gewoon een beetje eigenlijk, je gaat op een gegeven moment een beetje hangen op de bank, terwijl ik normaal een beetje bezig ben. Ik heb natuurlijk wel even mijn foto's gemaakt, maar dat is ook eigenlijk het enige en de groenten afgehaald en stof gezogen. Maar voor de rest heb ik ook op de bank gehangen om die wedstrijd te kijken. Ja, dan ben ik nu een beetje gaar. Straks is in ieder geval lekker douchen en eten. En vanavond begint Gooise Vrouwen, SBS6 en ook Medisch Centrum West. Dus dat vind ik wel super leuk. Dus daar ga ik lekker naar kijken. En sowieso nog wel eventjes verder met mijn supermarktspel en de reclames. En dan ga ik mijn foto's bewerken, mijn nagels lakken. Dan ga ik mijn Netflix-serie kijken en daarna weer verder met de Resident. Dus daar heb ik ook wel zin in. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen. En dan ga ik ook wel weer lekker slapen. Want dat is wel lekker hoor, en dat, onder dat herfstdekbed, dat is wel echt genieten. Ik heb alleen net nog mijn vinger een beetje zeer gedaan, die zat een beetje klem. Maar goed, dat gaat uiteindelijk ook weer over, maar het voelt nu eventjes een beetje naar aan. Ik ga dat nu in ieder geval doen, ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want verder ga ik niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze maandag. Het is vandaag, welke datum is het? 11 november. Ik ben klaargemaakt en het is een beetje zonnig, maar ik krijg ook steeds meldingen dat het gaat regenen. Dus ja, het is een beetje afwisselend. Ik heb gisteravond wel een heerlijk serieavondje gehad. Begonnen met Gooise Vrouwen natuurlijk. Ik had het vooruit kunnen kijken, heb ik niet gedaan, want ik dacht nee, ik ga het gewoon op televisie volgen. Ja, ik vond het op zich wel weer heel erg leuk. Ik vond het wel weer leuk om te zien. Wat me alleen opviel is dat iedereen wel ontiegelijk oud geworden is. Ja, het is ook logisch, want er zit natuurlijk zoveel jaar tussen. De enige die ik eigenlijk niet echt oud geworden vond, dat is Lies Vissendijk. Die speelt de rol van Roelien. En ja, ik vond haar niet echt heel ouderlijk geworden. Ik vond haar er eigenlijk nog wel redelijk hetzelfde uitzien. Maar de andere, ja, dat zag je toch wel. Maar goed, wat ik zeg, het is niet erg, want we zijn zoveel jaar verder. En ja, het was op zich wel weer heel erg leuk. Alleen, ja, het is nog niet, het was niet gelijk even duidelijk bijvoorbeeld dat Martin en Cheryl in scheiding lagen. Zo was het wel geëindigd. Maar toen je weer naar die voorstukjes zag, dacht ik van die zijn gewoon weer bij elkaar. Maar dat is dus helemaal niet. En daarna Medisch Centrum West. Ja, ik vond het zelf wel heel erg leuk om te zien. Maar ik las heel veel negatieve reacties van mensen die zeiden van... Ja, nee, ik vind het helemaal niks. En het was slecht geacteerd. Ik moet wel zeggen, er zitten niet heel veel bekende namen in. Ik geloof dat ik 4 mensen bij naam kende. Zeg ik dat goed? 4? Nee, 3 maar. 3 mensen kende ik bij naam. Ja, dan wel de gastacteurs, die kende ik er dan wel een aantal van. En ja, 1 dame, die heeft een heel bekend gezicht, maar ik kon niet plaatsen waar ze uit is of hoe ze heet. Dus ze hebben wel ook wel veel ja, acteurs gekozen waarvan ik de naam niet ken. Of die ik ook niet uit een andere serie kende.
Ja, het is wel heel erg 2024. Ze hadden nu bijvoorbeeld het onderwerp suïcide wat erin voorkwam. Ja, en heel veel mensen vonden het toch wel heel slecht. Omdat ze, denk ik, misschien wel te veel vergeleken met hoe het vroeger was. Ja, ik heb het nooit gezien van vroeger, want daar was ik te jong voor. Maar ik denk ook niet dat je dat moet vergelijken. Want we zijn nu natuurlijk in een heel ander tijdperk als toen. En onderwerpen die ze misschien nu behandelen, waren toen meer een taboe. Dus ik heb er wel van genoten. Ik heb nog even een spelletje gedaan. Toen heb ik mijn foto's bewerkt. Ik ben even bezig geweest met een persbericht. Die is zo goed als af, dus die kan ook bijna online. Toen ben ik lekker mijn Netflix-serie gaan kijken. Vanavond de laatste aflevering. Ik ben wel heel benieuwd hoe het eindigt, want die advocaat die brengt zich alleen maar meer in de problemen. En daarna had ik weer die ziekenhuisserie. Ik ben even de naam kwijt die ik op Netflix volg. Ik heb het vorige week of zo een keer verteld in mijn vlog, maar ik weet het eventjes niet. Dat was al een lekker avondje. Toen ben ik lekker naar bed gegaan om een boek te lezen. En toen gaan slapen. Maar ik was een beetje verward wakker geworden, want ik wist even niet welke dag het was. Toen, oh ja, het is vandaag maandag. Goed, ik ga zo een was aan zetten. Ik moet even de lampjes opladen, want die waren leeg. Dan ga ik hier even lekker aan de gang. Ik moet mijn dekbed nog opruimen. Er moet nog een was opgevouwen worden. Dus er is genoeg te doen. Dus ik ga zo even lekker muziekje aan zetten en even aan de gang. Ik neem jullie gewoon weer mee. Zo, ik ben klaar. Maar ik had het echt super warm gekregen. En ik heb nu een beetje hoofdpijn. Maar alles is weer gedaan. Ik hoor toch wel even mijn wasmachine op de achtergrond. Die was nog niet klaar. Maar ik had mijn nagels nog gedaan. Deze. Dat was dan deze, dat lakje van die Catrice. De nummer 3. Woodland Magic. Deze. Dus dat was nog wel even leuk. Die wilde ik jullie nog even laten zien. Nee, ik ben wel ver gekomen. Ik heb alles wel weer lekker schoon en zo. Nou, was is voor een groot deel weer opgevouwen. Alleen het ondergoed en zo nog. Straks nog even dan die was weer verwerkt. Die nu nog in de wasmachine zit. Maar die is nog niet klaar. Maar ik kwam net naar buiten dat oogappel stopt helaas. Ze zijn nu met seizoen 6 bezig. Er komt nog wel een seizoen 7 en daarna is het klaar. Dus wel echt super jammer dat het niet meer doorgaat. Ik heb er altijd echt heel erg van kunnen genieten. Dus ik vind het wel super jammer dat het stopt. Ja. Maar ja. Soms stoppen dingen. Het is gewoon jammer. Ik ga nu in ieder geval zometeen netjes lekker relaxen. De katten hebben net ook een eten op. Dan ga ik lekker douchen en zelf eten. Vanavond gewoon goede tijden kijken. En ik twijfel heel erg. Want ik kan nog een Mailandjes terugkijken. Want dat wordt deze week. Je hebt deze week 3 keer. Ja, ik heb een haartje in mijn lipgloss. Maar ik loop zo erg achter dat ik denk, je hebt nu ook op RTL 4 een nieuw programma met Martijn Krabbe. Dat heet wel Uitstel van Executie, maar dat heeft meerdere facetten. Ook mensen die verzamelen en volgens mij schulden hebben. Dus het lijkt me ook eigenlijk wel super interessant. Dus misschien dat ik dat wel ga kijken. Dan kan ik die Mailandjes wel terugkijken. Want ja, je hebt onderhand ga je toch weer die fase in dat er weer bijna niks op televisie is als je richting de feestdagen gaat. Of althans, dat moet je dan leuk vinden. Maar heel vaak zijn de programma's die hier dan uitgezonden wordt, vind ik niet zo leuk. Dus ik dacht, nou, dan ga ik dat misschien wel kijken. Maar ik ga er nog even over nadenken. Maar ik zit er wel zelf aan te denken. Dus sowieso nog even een spelletje doen en mijn blogpost schrijven. Even die, hoe heet het, afmaken. Die preview, zeg maar. En dan ga ik lekker mijn Netflix-serie kijken, laatste aflevering. En de Residence, daar kwam ik dus straks niet op, dat woord. En dan ga ik lekker naar bed mijn boek lezen, lekker slapen. Ik ben wel blij dat mijn dekbed weer opgevouwen is en naar boven is. Dat is ook wel weer lekker. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus bij deze zeg ik tot morgen. Een hele goede middag op deze dinsdag. Het is vandaag 12 november. En de temperatuur in huis blijft nu wel weer wat meer hangen, want het is nu 17,5 graden. Dus dat betekent eigenlijk dat ik niet hoef te stoken. En dat is natuurlijk op zich wel heel lekker.
Dus dat scheelt wel. Al vind ik het niet heel behagelijk om zo te zitten. Maar ja, ik vind het nu zonde om de verwarming aan te doen. Gisteravond heb ik gekeken naar Goede Tijden en daarna programma op RTL 4. Uitstel van executie met raad en daad. Was wel heel interessant hoor. Want ja, ze hadden gewoon meerdere mensen die dus om hulp vroegen. Ze hadden een keten neergezet in Rotterdam. En dan was er bijvoorbeeld een mevrouw die draaide graag 's nachts haar was. Maar dan moest ze elke keer buiten om. Want ze had haar wasmachine in de berging staan. En daar kon ze alleen komen door via de voordeur naar die deur te lopen. En zij wilde bijvoorbeeld heel graag een deur in huis naar de berging. Nou ja, dat konden ze wel realiseren. Dat soort dingen. Dat was wel heel mooi. Voor een man die, ik weet nou niet meer precies wat hij had. Maar in ieder geval, hij zat ook dagen aan zijn rolstoel gebonden. En dan ja, had hij problemen met het openmaken van de deur. Want toen was hij al een keertje vanuit de rolstoel gevallen. Dus dan kreeg hij een schuifdeur en een aangepaste wasbak die omhoog en omlaag kon. Ze hebben de bank opgehoogd. Dus ja, eigenlijk gewoon hele verschillende dingen. Maar ook mensen die bijvoorbeeld hulp nodig hadden bij financiën. En ja, ik vond het wel heel erg leuk. Of leuk, mooi moet ik zeggen. Dat je heel veel verschillende problemen had die ze dan toch snel konden oplossen. Dus dat vond ik wel heel leuk, dat het niet meer alleen om het verkopen van huizen ging. En ik vond dat wel, wel interessant. Ik heb daarna nog even een spelletje gedaan en toen ben ik mijn blogpost gaan schrijven. Is allemaal gelukt. Ik heb ook het persbericht van Essence online gekregen, dus dat is ook fijn. Toen ben ik mijn Netflix-serie gaan kijken, de laatste aflevering. Was ook wel heel erg spannend. Ik ben wel eigenlijk benieuwd of er nog een vervolg van komt. Want het zou eigenlijk best wel kunnen. Want je had best wel een einde waarvan ik dacht, nou, er zou best nog wel een vervolg kunnen komen. Hij staat ook in de top 10. Achtsam Morden heette die. Ik zal het vast niet goed uitspreken, want het is Duits. Ik vond het best wel een mooie serie en hij duurde ook niet zo heel lang. Toen was ongeveer een half uurtje per aflevering, dus het keek wel lekker makkelijk weg. En daarna nog even The Resident en toen ben ik naar bed gegaan, heb ik mijn boek gelezen, toen ben ik lekker gaan slapen. Nu ga ik zometeen eventjes stofzuigen, de bakken scheppen. Ik moet even wat spullen ook van boven halen, want morgen ga ik naar Nathalie toe, die haalt mij op. Want ik kan morgen mijn nieuwe telefoon ophalen. Dat gaan we dan doen. En dan blijf ik daar gewoon even een dagje. Kan ik ook een beetje spelen met de kindjes. En gewoon even gezellig. Maar dan wil ik alvast even mijn kleding pakken. Ik moet even nog wat spulletjes meenemen ook voor hun. Dus dat wil ik ook allemaal klaar hebben liggen. En ik ga de video opnemen. Ik probeer even twee video's op te nemen. Ik wil nog even diamond paint. En dan is de middag ook wel weer zo goed als om. Dus ik ga gewoon even wat dingetjes doen. Dus dat ga ik nu doen. Dus ik neem jullie straks alweer even mee met diamond paint. Maar nu eerst maar even zorgen dat alles erop komt. En ik wil ook nog even een reel opnemen. Dus druk, druk, druk. Maar ik ga nu even gauw aan de gang. Ik wilde jullie eventjes alvast de nieuwe collectie van Catrice laten zien. Het is de kerstcollectie met de naam Festive Treasure. Het is een limited collectie en ja, die is alvast uitgebracht. Hij is nu al te koop bij de Boozy Shop, maar vanaf eind november in de winkels. Ze hebben twee hele mooie oogpotloden in een groene en een gouden kleur. Heel mooi. Ze hebben drie hele mooie liquid blush drops. Deze. Deze. En deze. Deze heeft de naam trouwens C01 Mary Moth. Dit is de C02 Ginger Crush. En dit is de C03 Chanuts Roasting. En de oogpotloden hebben de namen C01 Mistle Green gekregen. Dat is de groene. En de gouden heet C02 Golden Rush. Dan zijn er ook twee hele mooie lipsticks. Met de namen C02 Kiss Berry. Deze. En dit is de C01 Merry Kissmas. Dat is deze. Dan hebben ze ook een heel leuk haar item. Deze
heeft verder geen naam gekregen. Het is een velvet haarband met hele mooie glitter of dingetjes erop eigenlijk. En ze hebben een heel erg mooi multi-use palette. Met de naam C01 All I Want Is Velvet. Dus dat zijn de nieuwe producten vanaf eind november in de winkel. Maar dus nu al te koop bij de Boozy Shop. Dus, maar ik ga ze ook nog wel, ga hier wel weer een video van maken. Maar misschien alvast leuk om te weten dat die ook weer te koop zijn. Zo, ik ben weer klaar. Ik heb alles gered. De spullen zijn naar beneden. Want de spullen die ik mee moest nemen, die lagen al beneden. Dus mijn kleding is beneden. Twee video's opgenomen. Een reel voor Instagram. En die komt dan ook wel weer op YouTube terecht. Want dat doe ik nu vaak tegenwoordig even alvast met de nieuwe collecties. Trendedities die uitkomen. Mijn touwtje zit vast aan mijn statiefje. Dus dat heb ik allemaal gedaan. Diamond painting gedaan. En ja, ik heb eigenlijk alles wel kunnen doen wat ik wilde doen. Dus dat was wel lekker. Ik had eigenlijk nog wel even door willen diamond painten. Maar de katten moesten eten. Het werd donker. Ik zag het allemaal niet zo goed meer. Ondanks de lamp. Want ik ben morgen de deur uit. Nou, donderdag moet ik gewoon boodschappen doen. Dat is eigenlijk een beetje bezig. Maar ik moet ook even naar de huisarts toe. En even langs de Action. En vrijdag komen ze weer voor de ketel. En dat voelt altijd een beetje vervelend. Want dan komen ze tussen 12 en 5. En dan voel ik me niet heel vrij om van alles te doen. Want ik moet mijn woonkamer dan doen. Maar ik wil eigenlijk ook even de video opnemen van de kerstcollectie van Essence. Dus ik moet even kijken hoe het allemaal gaat doen. Maar het voelt gewoon allemaal nu een beetje veel. Maar dat komt uiteindelijk wel goed. Maar dat zijn altijd van die afspraken die ik een beetje tegenop. En ik heb weer haar in mijn lipgloss. Maar goed. In ieder geval ga ik sowieso wel weer even de resident kijken vanavond. En even kijken of ik iets nieuws kan vinden. En mijn boek lezen en dan ga ik slapen. En dan hoor ik van Nathalie straks denk ik wel
hoe laat ze er is. Als ze lente heeft weggebracht, dan moet ik even vragen hoe laat het ongeveer is. Maar dat komt goed. Ik ga bij deze in ieder geval de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het weer leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren door op het rondje met mijn gezicht te drukken. Of op mijn kanaal zelf, er staat een rode button. Daarnaast staat een belletje en als je die aanklikt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online verschijnt. En hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe dan zeker even je duimpje omhoog. Voor nu wil ik je in ieder geval heel erg bedanken voor het kijken. En hoop ik je gewoon bij een volgende video weer te mogen zien. Doei!